Yo, Vacogamers, Lars hier. Welkom terug bij Meer Wereldreis. Ruiken jullie de frisse berglucht? Ik niet, dat kan ook helemaal niet, want we zitten voor een computer. Goed grapje, Lars, echt freaking slecht. We zitten hier ergens midden in de bergen, denk ik, want ik zie overal bergen, dus lijkt me wel. Tenzij dat hier een groot greenscreen is, maar laat ik allemaal maar zitten. We gaan denken waar dit is. Voorlopig zeg ik in de Alpen, een beetje in Zwitserland, dan wel Oostenrijk. Maar dat kunnen we altijd nog eens eventjes bevestigen door te kijken of dat we Europese borden tegenkomen. En zodra we Europese borden tegenkomen, dan is het eigenlijk wel zeker Oostenrijk of Zwitserland. Want ik kan me geen andere landen herinneren die ook zulke hoge bergen met sneeuw en alles hadden. Misschien Spanje op de grens? Maar daar is het droger, daar is het niet zo groen. Dus dan moeten we eens eventjes kijken of dat we een Europees bord vinden. Iets in de richting, of iets waar een naam op staat, dat is ook goed. Iets waar ik uit kan afleiden waar dit ongeveer is. Dit is... Is dat een bord? Dat is een bord. Bravachita. Apningstieder. Ah, dat zijn de Apningstieder, ja. Dat zijn de Apningstieder. Want de Apningstieder, die zit in... Ja, is het Oostenrijk of Zweden? Oostenrijk of Zweden? Ik twijfel. Tussen Oostenrijk en Zweden. Hadden jullie dat al in de gaten? Ik weet het niet. Apningstieder. Dat klinkt... Apningstieder. Ja, dat kan toch haast niet anders dan Zwitsers zijn. Apningstieder. Maar Zwitsers is een beetje meer Frans, toch? Oostenrijk of Zwitserland. 50-50. Heb ik een muntje hier in de buurt. Openingstijden. Ja, dat heb ik. Kom maar hier. Zo, mijn verzameling muntjes. Ha! Ook alvast de Europese of Amerikaanse centjes. Voor oktober met Ronald. Ik heb hier een muntje. Een echt Europees muntje met Bea er nog op. Kijk, Bea. Als Bea bovenkomt is het Oostenrijk. Als muntje bovenkomt is het Zwitserland. Bea. Dan is het dus Oostenrijk. En een beetje daar. Maar mijn muntje komt op Oostenrijk. Wat flauw, Noorwegen. Gaan ze daar ook al Zweeds praten tegenwoordig? Of ach, laat ik maar. Ik ruim al die zorgen weer op. Ik heb er ook niks aan. Zo, weg met die troep. Even kijken. Waar is dit? Vergeten we die vorige? Vergeten we dat Bea mij voorgelogen heeft? Oh, Bea. En dan gaan we eens even kijken waar dit is. Dit is in Smoke Hazard. Ik zeg Australië. Yo, jongen. Er staat hier iets in de fik. Smoke Hazard. Grote bosbrand, jongen. Dat snap je niet, hè? En hebben ze altijd bosbrand in Australië? Gaan ze zelf hun eigen bosbranden in de fik steken? Waarom doen ze dat? Zodat je henkies willen jullie bosbranden of zo? Je zou het haast gaan denken. Ik zeg Australië. Ik zeg de oostkust van Australië in Queensland. My guess. Het was de westkust van Australië. Welke kust ik ook kies, Australië, West of Oost, het is altijd het tegenovergestelde. Altijd. Het is puur en alleen om mij te pesten, om mij te zieken. Dat doet dat spelletje gewoon expres. Het is helemaal niet aan de westkust van Australië, het is gewoon in de oostkust van Australië. Maar dat spelletje doet net of het aan de westkust is. En dat vind ik flauw, dat soort spelletjes. Waar is dit? Dit is in een warm, droog gebied. Voorlopig zeg ik Amerika. En dat zeg ik gewoon omdat ik Amerika weer zo leuk vind. En omdat het 9 van de 10 keer in Amerika is. Dit is... een grote zandhopper. Waarom staat die grote ster hier? Is het kerstmis of wat? Of is het Rusland? Hebben ze zulke drogere steppes in Rusland? Nee, is het een Amerikaanse ster. Wacht eventjes. Ho, 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 ho. Dat is een Amerikaanse ster. Het is hier droog. Ja, toch? Ja, het is hier droog. Ik zeg Kansas. My guess. Het was Texas. Nou, vooruit. Kansas, Texas. Het eindigt allebei op Sas. Behalve Texas, dat eindigt op Sas. 866 kilometer. Hoppa. En dit. Dit is in... Oh, wacht, stond er een bordje. Dit is in... Tobet. Dat is het buurland van Tibet. Denk ik. Tobet. Ik zeg Noorwegen. Puur omdat het vorige keer dat bordje ook geel met rood was. Tobet. Noorwegen.
Waarom weet ik niet. Puur alleen maar op basis van dat bordje. Beetje daar. Zo. My guess. 244 kilometer. Het was een zweerde. Toch een zweerde. Hebben ze steeds weer zijn bordjes gestolen. En weer midden in de middle of freaking nowhere. Heel ontiegelijk fijn. Hey, wat kunnen we daar kopen? Auto's. Waarom zet hij deze auto niet gewoon daar? Dit is toch levensgevaarlijk? Zet die auto gewoon achter je, dan gebeurt er niet zoveel. Amerika, maar waar? Dat was namelijk een echte Amerikaanse truck. Mile 2. Oh wacht, er stond nog een routenummer. Route wat? Route 3? Route 3? Mile 283. Oh. Nee, dan weet ik het niet. Ik dacht dat er een routenummer stond. En dan kunnen wij heel Amerika af gaan speuren naar routenummers. Weet je wel, dat ging de vorige keer ook zo goed. Niet. No passing zone. Ah, dat is balen voor die auto. Zit hij de hele tijd achter die vrachtwagen. Kom op, kunnen we de berg niet op? Oh jawel. We kunnen wel de berg op. Geef mij een bordje. Iets van een richting. Want dit is wel Amerika, maar waar? Straks zeg ik zeg gewoon opnieuw Texas anders hoor. Gewoon weer in Texas. Puur om mij in verwarring te brengen. Ik zeg Texas, kan mij schelen. Mile 70, ja is goed. Texas. Texas, een beetje in het noorden. Daar. Megas. Het was in Arizona. 798 kilometer vandaan. 2260 punten. Hoeveel punten hebben we dan in totaal? Dan hebben we er 11.018 punten. Mwah. Mwah, mwah, mwah. Kan beter. Dit is gewoon slecht van me. En dat hadden ze gewoon expres gedaan. Dat bordje uit Noorwegen. Dat hadden ze uit Duitsland of uit Oostenrijk gejat. En Australië die draait gewoon altijd zijn westkust om. Komt natuurlijk omdat het aan de andere kant van de wereld ligt. Er is altijd alles andersom. En dat doet mij nu de das om. Taco Gamers. Ik ga er hier een eind aan breien. We gaan volgende keer verder met onze wereldreis. Geen idee waar dat ons naartoe gaat brengen. Vergeet in de tussentijd het groene duimpje niet te doen. Super belangrijk. Houd het er lekker in. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat dan eventjes. Help mij ermee. Help Vaco Games ermee. En ik zeg tot de volgende keer bij meer wereldreis. Mazzel!